In de eerste video zagen we dat veel Nederlanders hoopten dat als er een einde zou komen aan de Duitse bezetting van de Tweede Wereldoorlog, dat ook een nieuwe start voor Nederland zou zijn. Hè? Dat er een doorbraak van die verzuiling zou zijn. Nou ja, we hebben ook gezien dat die verzuiling gewoon weer terugkwam. Nederland bleef een verzelde samenleving. In deze video zullen we gaan zien dat het einde van die Tweede Wereldoorlog wel het einde van iets anders betekent, namelijk de neutraliteitspolitiek van Nederland. En dat heeft alles te maken met de Koude Oorlog en met de eenwording van Europa. En wat is de neutraliteitspolitiek? Ja, het woord zegt het eigenlijk al. Het land kiest er dus voor om tijdens een groot conflict neutraal te blijven, om geen partij te kiezen, om zo ook te hopen buiten het conflict te blijven. Nou, ja, en tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland dat gelukt. Hè, want we zien dat Nederland licht geel is op het kaartje. En uh, er is dus geen enkel land wat Nederland binnenvalt. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt de Nederlandse neutraliteit niet gerespecteerd, en vallen de Duitsers Nederland binnen in 1940. En nou ja, na de Tweede Wereldoorlog betekent dat dus ook dat de Nederlandse regering voor kiest om voortaan wel een kant te kiezen. En dat doen ze wel in de Koude Oorlog. Hè, dan kiezen ze de kant van de Verenigde Staten, van de democratie, van het kapitalisme, van het Vrije Westen zogezegd. En ze staan ook mede aan de basis van de Europese samenwerking. Allebei die zaken die gaan we eens even nader bekijken. Eerst die Koude Oorlog, want Nederland wordt lid van de NAVO. En de NAVO was zo'n militair bondgenootschap... Tegen het communisme. En uh, nee, we zien eigenlijk dat uh, de Sovjet-Unie. ...aan het einde van de Tweede Wereldoorlog haar soldaten in Oost-Europa laat staan... ...en dat daar overal communistische regimes aan de macht komen in dat Oostblok. Nou, dan moet een soort dam worden opgeworpen, vinden de Amerikanen... ...en vinden ook een aantal West-Europese landen, eh, tegen dat communisme. En dat wordt dus de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO... ...Militair Bondgenootschap tegen het communisme. Als één van ons bedreigd wordt door het communisme... ...dan weet je dat je gesteund wordt door de andere landen van de NAVO... Nou, zelf ben ik bijvoorbeeld opgegroeid in Uden en daar lag vliegbasis Volkel bij. En daar waren heel veel Amerikaanse militairen en Amerikaanse wapens gelegerd bijvoorbeeld. En dat was allemaal vanuit die NAVO-gedachte, vanuit die Koude oorlog gedachten. En dan naar die Europese samenwerking toe. Um, in 1951 wordt de Europese gemeenschap voor kolen en staal, de EGKS, opgericht door de zes Europese landen die we hier op dit kaartje staan. En Nederland hoort daar dus ook bij. En wat houdt die EGKS precies in? Nou, het idee erachter was dat als wij de productie van kolen en staal, als we die gezamenlijk beheren, dus dat doen we niet voor Nederland en Frankrijk en Duitsland en Italië en zo allemaal apart. Nee, dat doen we samen als EGKS. Dan uh, betekent dat dat we misschien wel een grote nieuwe Europese oorlog kunnen voorkomen. Want het zijn juist kolen en staal die je nodig hebt om nieuwe wapens zoals tanks bijvoorbeeld te maken. En door dat uh, eigenlijk ook in gezamenlijk beheer te doen, kunnen we elkaar er ook op controleren dat niet één land zich weer heel sterk gaat bewapenen. En zo bewaren we dus de vrede in Europa. En als wel al zes West-Europese landen samenwerken in die EGKS, dan staan we ook sterker tegen de communistische dreiging van de Sovjet-Unie. Dus ook hier zie je die koude oorlog weer terugkomen. Maar goed, uit alles blijkt dus dat Nederland na afloop van de Tweede Wereldoorlog niet langer kiest voor een neutrale positie, maar duidelijk partij kiest in Europa en in de wereld.